We zijn hier met dit viertal en wij gaan een crossword challenge doen. Krijg je er zin in? Pow, pow, pow. Let op, deze komt op de lap. Let op, hè. We hebben hier heel veel logotjes van Knolpower. Ja. En we hebben een shirt met een logootje hier. Wow, super vet. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen. En vandaag wordt een leuke dag en tof dat jullie weer op de vlog hebben geklikt. Hoppa, ik heb hier de blokfluit. En er is nog één iemand niet wakker en dat is Thijs. Myron die is bezig met een lekkere shake. We gaan Thijs eens even wakker maken. Maatje! Hey! Ik hoorde jou de vlog staan. Ik dacht, ik ga het ook even laten schrikken. Dat had ik niet verwacht. Ik was er helemaal niet voorbereid met de fluit en alles. Verdomme! Maar goed, we zijn allemaal wakker. Ook lekker geslapen. Dat is belangrijk. We gaan lekker ontbijten, dames en heren. Super gezellig. Kijk maar even. Tafel mooi gedekt. Heerlijk. Nou, maatjes, proost. Proost. Proost op de vakantie, hè? Oké, dames en heren. We gaan meteen eventjes naar buiten. We gaan even lekker sporten. Ja, we gaan een balletje trappen. En niet zomaar een balletje trappen. Wij gaan met z'n vieren de crossbar challenge doen. Het is te lang geleden. Dus daarom gaan we het weer eventjes een keertje doen. En het is op zich redelijk te doen. Klein beetje wind wel. Maar het moet goed komen. Ik hoop dat het droog blijft. En ja, dit wordt geniaal. Ik bedoel, Thijs die kan wel een balletje trappen. Damien kan wel een balletje trappen, zoals jullie zien. Hoppa! En Myron die kan het ook wel. Ja, dat is serieus zo. Jij kan ook wel een balletje trappen. Ja, voor iemand die niet op voetbal heeft gezeten en een meisje zijnde. Juist, dit moet je rennen doen, dat kan. Ja. Ik ga er zo op zitten en dan... Kreeg je die tak tegenaan? Oude been. Johnny's! Zal ik even laten zien hoe het moet dan? Thijs is helemaal wild. Wat doe je? Wat deed je? Ik wilde gaan, maar toen was het toch een beetje bang. Red het toch wel? Ik weet het niet. Ik heb hier eerder een keer gestaan dat ik me dit ook af. Ja. Red ik dit? Jawel. Ik dacht dat ik een kaksel. Hou deze een klein beetje zo. Nee, spring er overheen. Jij zegt niet. Wat? Oké, nu opstaan en gaan. Hij lacht ons uit, hè? Ja, ik bleef ook haken. Ik mag niet zo hard lachen, maar het ziet er zo grappig uit. Omdat het echt zo'n cartoon is die dan probeert te remmen zo. Het spel alsof je dan rent en dan ineens zo. Ja. Maar moet je hem grijs niet verlaten? Nee, spring gewoon. Dankjewel. Ja, ik verslikte bijna in mijn lach, joh. Oké, boys. Zo, hij is enthousiast, hè? Maar zal ik eens vanaf hier op de lat schieten? Doe het.
Oei. Je hebt je voetbalschoenen nog niet aan, hè? Oh, dat is het. Ja. Ik heb mijn voetbalschoenen bij me. Crossbar challenge met z'n vieren. Wordt superleuk. Iedereen krijgt 10 ballen om op de lat te schieten. Degene wie het meeste raakt, heeft gewonnen. Yes. Zo simpel is het. Maar zo leuk is het ook. Oké, alle deelnemers. Kom erbij. Oké, daar staan we dan. Ons viertal. Niet een elftal, maar een viertal. Een viertal, inderdaad. Wow, daarom heet het een elftal. Goed. Nee, dat meet hij niet. Ben je echt oh zo? My god. Daarom heet het een elftal. Ik heb dit nooit geweten. Ben je echt zo? Oh my god. En we zijn klaar. We gaan naar huis. We gaan naar huis. Einde van de vlog. Dames en heren, leuk dat jullie hebben gekeken. Hij meent dat. Wat? Jij meent dat. Ik wist dat echt nooit. Daarom heet het een elftal. Omdat je met z'n elven bent. Oh my god. Ik wist dat echt niet. Oh my god. Ik wist dat echt niet. Ik weet dat echt niet. Ik zweer het je. Ik zweer het je, ik wist dat echt niet. Logisch. Ik kan niet de enige zijn. Ik kan niet de enige zijn. Het is zo makkelijk, maar ik kan niet de enige zijn. Alsjeblieft. Oké, we gaan snel verder. We zijn hier met dit viertal. En wij gaan een crossbar challenge doen. Krijt zo zin in. Pow, pow, pow. En wat we nu gaan doen is... Myron die gaat als eerste, want dames eerst. En dan Thijs. Daarna Thijs. En dan ben ik. Ja. En dan Damien. Ja. Oké, dat is de volgorde. We schieten 1 voor 1. We mogen in totaal 10 ballen schieten. En dan gaan we kijken wie de winnaar uiteindelijk is. Ciao! Bal nummer 1. Oké, kom op Myron. You got this. Klopt. Nou, wel mooi Noek. Tellen de zijkant ook? De palen? Ja. Bij Myron telt dat. Ja. Oké. Okay. En bij mij? Bij jou niet. Oké. Okay. Succes maar. Maar ik heb het helemaal niet nodig. Eerste bal of goal, wat? Wauw, dit is niet normaal. Ik heb die paal helemaal niet nodig. Ja, I don't need the ball, man. Het is maar 1 echte. Nou, we gaan erachter komen wie de echte is. Daar komt hij, Ronaldo. Wow, yo. Let's go, bro! Let's go! Let's go! I'm Ronaldo, man! Go! Damien! Ik ga uit! Zoals jullie zien, dames en heren, het is niet het ideale weer, maar we gaan er gewoon voor. Ik hou de camera hier een beetje droog en Myron is aan de beurt. Ja. Dus let's go, Myron. Jullie zorgen ervoor dat ik onzeker word. En jullie is allemaal raak schieten. Oh. Ga ik bij deze eigenlijk missen? Ja, oh. Hij deed wel zijn best, hè? Ja. Hij deed wel zijn best. Hij deed wel een best. Nummer 7. Back to back. Cristiano Ronaldo. Ah, te hard. Te hoog. Ja, maar Chris. Jij mag hem Cristiano. Jij mag hem Chris. Hij dacht Chris, hè? Wat? Chris? Chrisje. Oh! Oh! Hij schampt er een bijna. Echt weinig. Cameroon. Oké, de bal nummer 3 alweer. Kom eens. Even pep talk. Weet je wat ik zei? Nee. Ik zei dat ik fucking veel zin had in die boel komt er ook was. Ja? Dat is wel een planning, man. Ja toch? Gaat ze dan scoren of mis? Zie, ik krijg hem niet meer omhoog. Wel bijna. Daar heb ik nooit last van. Als ik de GoPro raak dan? Amen. Ik zeg niks, ik zeg niks. Hey, als ik de GoPro raak dan? Min 10, gedisqualificeerd. Maar jij mag wel voor de paal. Laat maar zien wie de echte Ronaldo is. Ik heb nou weer een normale bal. Ik had net zo'n gekke bal, maar ik moet knop afballen. Dat zal het aan gelegen hebben. Oh, zo! Hij doet het wel netjes hoor. Derde poging. Ze zeggen 3 keer scheepsrecht, maar ik heb wel 1 geraakt. Maar het zal wel leuk zijn. Hey. Helaas. Net te hoog. Nou Damien, dat wordt de eerste. Teun Eef, head op, deze is voor hoi, zo close. Ik moet zeggen, we zijn wel strijders hoor, met dit weer, harde wind, regen. Maar hey, we gaan ervoor, we gaan ervoor. Jij gaat er ook voor hè, schat. Kom op, boerenkool met rookworst. Let's go. Oh, ik gun het zo, ik gun het zo. Nou, Thijs en ik die hebben tot nu toe als enige geraakt. Dus mijn competitie staat nu in beeld. Hey, ben je aan het filmen? Oh, ging er zo recht gedaan. Zo close. Ja. Jij gaat expres met de knolpaalbal elke keer, of niet? Ja, zeker. 4 is mijn lievelingsgetal. Ja, ik probeer elke keer bij een getal iets te zoeken, waardoor ik misschien wat meer geluk krijg. Dus 4 mijn lievelingsgetal.
Oi, oi, oi. We zitten wel heel erg dicht in de buurt, dames en heren. Close. Ik denk dat vanaf nu dat het niveau wat omhoog gaat en dat vanaf nu meerdere ballen op de lat komen. Geen druk, maar je hebt nog niks geraakt. Je staat gelijk met een meisje. Steeds gelijk. Nee, is niet erg, denk ik. Het is verschrikkelijk dit. Oké, Myron. Ah, wel mooi op doel hoor. Ik zou voor de palen gaan. Hey. Wacht maar. Niet de hele dag de tijd. Weet je, sinds ik die shalom heb, heb ik niks mee geraakt. Nee! Daar baal ik toch van, hè? Maar Thijs, je bent wel echt elke keer zo dichtbij. Ja, ik baal het, man. Ik moet hem gewoon even raken voor de vibes. Kom op! High five. Oei. Oei. Oei, oei, oei. Oei, 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 oei. Daar is Damien weer. Kom aan! Jeetje. Die bal is keihard. Ja, die moet je echt niet pakken, serieus. Die bal moet je niet pakken. Die moet je zoveel harder schieten. En als je de andere gewend bent, is het niet fijn. Jongens, die bal niet pakken. Bestel op knoppenhoud.nl. Linkje in de beschrijving. Let's go, ballen man. Oeh, hij gleed uit. We zijn over de helft, mensen. We hebben 5 ballen gehad. Het wordt 6e. Er moet toch een keer één keer? Hey, ik heb het gevoel dat jij erin gaat scoren. Er moet toch gewoon een keer een gelukstreffer zijn? Ja! Wow! Wel dichtbij. Close! Te veel entertainment, te weinig focus. Dat scheelde zo weinig weer. Oh, ik heb nog maar 1. Ik ben teleurgesteld in zo. Oh, yo, Damien. Hij is boos. Hij is boos. Hij is boos. We moeten hem even in rust laten. Ja, wel doel om ver te schieten. Ja. Zeven. Hé, hey, je hebt nummer 7 op je rug. Ja, dat klopt. Dat moet hem zijn voor jou. Ja, nou, zet hem op maar dan. Maak ons gek. Oh. Ik ben wel blij dat ik in ieder geval in het doel schiet. Ja. Wat is je tactiek, Thijs? Ik denk toch wel gefocust zijn op de lat. Hij heeft ook gewoon een korte broek aan, die gast. Dat valt me nu pas op, weet je dat? Heb je niet koud? Ken je geen kou? Doe wat hem. Ik weet het eigenlijk al zeker. Stel even de mensen erachter dat je op de lat gaat schieten. Let op, deze komt op de lat. Voor jullie. Kijk, wacht even. Let op, hè. Allemaal voor jullie op de lat. Thijs, zie. Thijs, zie. Oh mijn god, dit meen je niet! Nee joh! Nee, dit meen je niet! Wat een gast! Hey, voor die ben je wel echt een legend hoor. Ja, maar soms heb je dat publiek nodig. Dus ik dacht, ik doe even dat opzetje en dan. En het waren de mensen, jongens, bedankt. Oké, okay, bal nummer 7. Nou, dan moet ik wel eer doen aan het shirt natuurlijk. Dus ga ik even laten zien hoe het moet. Oei! Kort, weer kort. Oei, Enzo staat achter en Thijs staat gewoon. Oh voor. Nee, dat kan niet, hè, dat kan niet. Thijs, heb je eigenlijk ooit op voetbal gezeten? Ja. Jij wel? Ik heb wel een paar jaar voetbal tot op benen. Dus jullie hebben allemaal op voetbal gezeten? Ja. Ja. Nog samen op voetbal. Ja. Ik moet om bij te blijven naar Wara gaan schieten, anders wordt het natuurlijk lastig. Ja, anders heb je te veel achterstand. Hoi. Verdorie. Is dit je 8e? Ja, dit wordt nummer 8. Oei oei oei, zijn we al bij 8, he. Het gaat hard. Ai ai ai. Ik krijg hem niet meer omhoog. Ik moet zeggen, ik weet niet wat ik dan verkeerd doe, maar mijn scheenbeen doet zeer. Ja, als mensen tips hebben voor mij, laat het weten. Ik heb echt zo'n hard scheenbeen. Het komt volgens mij gewoon omdat ik met mijn punten schiet. Komt hier de hattrick. Voor tijd. Wow. Bro, je bent echt lekker bezig. Ja, jij gaat echt, echt goed. Precies hoe je nu moet schieten. Ja, jij gaat goed. Oké, okay. Nog 3 ballen en zo. Juist! Yes. Juist! Yes! Oh. Let's go, Thijs! Let's go! Damn. Ja, de druk moest ook wel eventjes weer omhoog gegooid worden. Zodat Thijs hier toch een beetje de zenuwen krijgt van competitie. Want dit is lekker, hè? En Thijs en ik kunnen eigenlijk al zo langzamerhand van uitgaan dat één van ons eerste wordt. Want Damien, die moet nu eentje raken. Hij moet deze raken. Hij kiest de witte bal. Ai, ai, ai. Nu moet je allebei nog raken om gelijk te staan.
spel. Ja, dat is nog liggen, denk ik. Nou, kom op dan, Maiwen. Lichaam naar achteren. Kaboom. Lichaam naar achter. Ja, ja, doe dat maar. Als je schiet, doe maar zo. Hij moet omhoog. Kom op. Oh. Maar hij ging wel omhoog. Hij ging wel omhoog. Je moet alleen een beetje oefenen met richten, maar hij ging wel omhoog. Oké, Thijs, rust gaan, hè? Tegen de bal, hè? Oh, als hij deze raakt, hè? Wow, yo. Ik heb wel eens crossbar challenges gehad in het verleden, maar toen deed ik het echt veel. Oh, hij gaat al. Thijs! Hij gaat naar huis met mij. Wat een gast, hè, dit. Hij is nog maar één dag terug. Eigenlijk nog geen eens 24 uur terug. En hij doet dit. En nu moet je bijbenen. Oké, mijn negende bal. En jij hebt drie. Oh, dit doe je ook op het einde. Ja, tuurlijk. Dit doe je ook op het einde. Maak even spannend. Oh! Oh, twee keer bijna. Boom! Ja, maar dit is Enzo. Dit is Enzo. Hey, ik ga naar huis. 3-3, wow, is wel spannend hé, tussen jullie. Jullie hebben bijna nog één bal. Ik wou nog zeggen, van ik heb eerder in het verleden crossbar challenges gedaan waar ik gewoon 5, 6 van de 10 raak schoot, maar die tijden zijn voorbij. Maar ik heb er 3, kan er 4 van maken, komt weer een beetje in de buurt van mijn niveau. Maar goed, Damien, kom op, hè. We hebben nog een onderlinge strijd. Ja. Ik gun het je van harte, kom op. Maar ik moet er wel bij vertellen, omdat je nu om's de beurt schiet, is het moeilijker. Want als je 10 ballen hebt en dan op de rij, dan heb je op een gegeven moment een beetje, dan weet je hoe je moet schieten. Maar crossbar deed ik altijd om en om. Ja? Ja, altijd om en om. Oh, ik dacht dat je altijd 10 ballen deed. Nee, altijd om en om. Dus kom op, Damien. Kom, Damien. Ja, leg je in de hoek, hoor. Eens. Oei, oei, oei. Je begint wel pijnlijk. Je moet even praten met je meid. Nee, wat is er nou, man? Hij neemt je helemaal mee hier mee naartoe en rijdt het. Weet je wat het is? Ik was gewoon niet op voorbereid. Ja. Nee, maar je laat me wel een beetje... Goed, kom ik gewoon om een leuke vlog te maken. Als hij dit had gehoord, dan had hij niet gepikt. Hé, hey, hallo. Hij vroeg zelf nog, telt de paal ook voor mij? Nee, jij! Doe alsof iemand anders dat heeft gevraagd. Zo mooi. Ja! Oh, ik had het je zo gegund, schat. Nee, dat was mijn laatste. Dat was je laatste, je tiende. Ze zaten wel allemaal in het goal. Oh nee, net niet. Bijna allemaal. Ja. Hey, dit is spannend, man. Als ik deze mis, dan kan je nog winnen. Klopt. Hey, ik wil een zwakke bal. Thijs zijn tiende bal. Tandjes op elkaar. Hij mist. Oei, oei, oei. Nu heb ik de positie. Om te winnen. Om te winnen, inderdaad. En ik heb nog geen één keer met de witte bal geschoten, dus hier ga ik ook zeker niet mee schieten. Maar we gaan toch ook gewoon door totdat één van jullie gewonnen heeft? Totdat één van ons raakt. Ja, precies. Ja, zo. Oké, ja, zo. Als ik deze raak, hè. Als ik deze raak. Ah. Dikke me. Oh. Jeetje! Wat doe je? Thijs en ik zijn als enige over. Wij gaan onderlinge strijd doen. Er zijn namelijk best wel wat kinderen hier op het veld. Dus ze krijgen hier voetbaltraining. Dus we moeten het veld eigenlijk zo snel mogelijk verlaten. Dus ik zou zeggen, ja, doe je best. Zet hem op. Mogelijk best te winnen. En Thijs gaat als eerst. Oh, ik dacht hij schiet ja, al. Ja, ik ook. Wauw. Oi, wow. Oi. Oké, okay, kom op. Daar gaat hij. Voor mijn kijkers, voor jullie. Ja. Boom. Ja, hij dat was hem. Boom! Yes! Voor mijn kijkers, voor jullie! Waarom altijd als ik dat zeg, gaat hij erop? Omdat ik zoveel liefde heb voor jullie, dames en heren. Omdat ik zoveel liefde heb voor jullie. Ja! Maar Thijs heeft het knijters goed gedaan. Maatje? Ja, we hebben goed gespeeld. Dat was een mooie pot. Je hebt het goed gedaan, man. Feestje, man. We pakken de spullen, we gaan naar huis. Het was mooi geweest. Ze krijgen hier training, dus we gaan er vandoor. Ciao! Oké, daar zijn we weer. We zitten in de auto en er zijn misschien wat mensen die vragen van hey Enzo, ik wist helemaal niet dat je fan was van Ronaldo. Nou, ik ben niet per se fan van Ronaldo, maar wat ik er wel over wil zeggen is het volgende. Je moet niet mensen altijd meteen een vooroordeel geven. Want Ronaldo heeft inderdaad een bepaalde capsones, een bepaalde arrogantie. Maar ik heb zijn documentaire gezien en als je ziet dat zijn hele leven, zijn complete lifestyle, gewoon alles is gededicateerd aan voetbal. Alles gaat om voetbal. Hij is altijd dag in dag uit daarmee bezig. En dan vind ik ook dat je zoveel doelen hebt behaald. Als je zoveel mensen hebt laten zien die dachten van je kan het niet en je kan het volgens wel. Snap ik wel dat je uiteindelijk op een gegeven moment zo erg in jezelf gelooft. Dat je af en toe wel wat arrogante dingen zegt. Maar als je kijkt naar de statistieken, naar allemaal resultaten, heeft hij natuurlijk extreem veel behaald. Dat maakt mij nog steeds geen Ronaldo fan. Maar ik ben ooit een keertje naar een wedstrijd geweest van de Juventus. En toen was Ronaldo daar. En dat was wel echt heel erg vet hoor. Om hem daar te zien spelen in het stadion daar bij Juventus. Dat was echt legendarisch. Dat was echt
echt ongelooflijk. Het was een wedstrijd tegen Ajax trouwens. Dus ja, dat was wel een hele bijzondere ervaring. En toen heb ik wel wat meer respect ervoor gekregen. Want ik was altijd eigenlijk een soort... Je hebt zeg maar een soort Messi-Ronaldo, heb ik het idee altijd. En ik was eerder was ik altijd ja, Messi echt top. En zo, ja, ik weet niet, soort van spontaan, zo relaxed, zichzelf. En klein, behendig. En niet zo heel erg arrogant of wat dan ook. En dan heb je Ronaldo. Zuu, echt een mannetje, weet je wel. Ja. Maar ja, ik heb heel veel respect voor beide. En ik vind ze allebei even tof. Maar dit shirt heb ik toen gekregen. En ik dacht perfect om hem aan te doen met Crossbar Challenge. Boom, gewonnen. Oké. Je hoort hem zo. Maatje. Ja, ik heb ook die winnaars mentaliteit. Als je hem dan niet pakt, is het ook wel pijnlijk. Maar hoor ik al. Ja, ik wou net zeggen, misschien moet je dat nog een keer zeggen. Maar mijn dashcam ging aan. Nee, ik ga het ook niet nog een keer zeggen. Ik zit er zo mee. Nou, in ieder geval, we gaan naar huis. Wat wel echt super leuk is, is dat de moeder van Mylon komt langs. Yes. Die komt gewoon op visite. Hey. Als jij je moeder belt en vraagt of ze er bijna is, ja. Dan als je belt en ze neemt op, dan zeggen we ze allemaal zo... Treintje! Okay. Kijk wat ze reageert. Hoi, bij mij. Treintje! Hey, bye. Hey. Hallo. Nee, ik moet nog iets van 25 kilometer. Daar ben ik ze. Tot straks. Ik heb expres, treintje. Ja? Ik heb expres al een heel groot gat geknipt in mijn broek. Oh, goed zo. Ja, goed bezig. Precies bij mijn conso, bij dat zitzadelstuk. Nou, heel mooi. Ja, dat is wel waar. Nou, dan moet je gewoon omlaan, joh. Geen hele broek omlaag. Tot straks. Doei. Doei. Ik moet hier een verhaaltje bij vertellen. Anders denken jullie van, hè, wat, huh? Ik heb een lievelingsbroek. En die broek die heb ik echt al jaren. En het grappige is dat ik heb een G-Star broek, een Calvin Klein broek. Dat zijn allemaal broeken rond de 100 euro. En dat is een lievelingsbroek voor mij. Ik heb er twee eerlijk gezegd. Eentje heb ik ooit voor 20 euro gekocht. Eentje voor 30 euro. Dat zijn broeken die ik echt al 5, 6 jaar heb of zo. Dat is echt bizar. Die zien er nog super goed uit. Maar eentje kwam een gat in. Bij mijn kont. Ja. En Maimon die zei al, Enzo, dat kan echt niet meer, die broek. Maar hij zat zo lekker dat ik liep gewoon altijd met die broek met een gat erin. Ja. Ik bedoel, je zag het alleen als ik liep, maar ja, dat zie ik zelf niet. En ik vond het gewoon prima. Dus toen op een gegeven moment had de moeder van Myron, die had met een knolpower sok de achterkant dichtgenaaid, zodat die gewoon weer gewoon helemaal dicht was. Ja, jij zei van, ja, hij hoeft niet genaaid. En toen had mijn moeder als soort van grap, had ze dan een knolpower sok erachter genaaid, zodat je niet, zeg maar, been zag. Klopt. Want ze had hem natuurlijk ook gewoon mooi dicht kunnen naaien. Gewoon alles tegen elkaar aan en dan dicht. Maar ja. Dat was een beetje een grap. Maar en alsnog nu... draag je hem. Ja, alsnog draag ik hem. En als je dan bij mijn kont kijkt, dan zie je zo'n stukje van knolpower sok. Ja. Dat is toch geniaal. Dus vandaar dat ik dacht van, als ik straks een broek helemaal de achterkant eruit knip, dan zit ik straks altijd op mijn eigen sokken. Die zitten lekker. Snap je? Ja. Wow. Geniaal. Als je erover nadenkt, een sok zit lekker. En je zit dan op je sok, want het zit lekker. Dat is wel fijn, hè? Ja. Wist je dat de elftal van een voetbalteam... Oké. Okay. Ja, bro, echt, jongen. Meen je? Nee, maar even serieus. Bro, je kan mij niet vertellen dat ik de enige ben. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Oh, dat kan nee, echt jawel. Niet, hoor. Ja, ik vind het heel bijzonder dat je dat nooit wist. Yo, ik heb bijna mijn hele leven op voetbal gezeten. Ja. Dit is de eerste keer dat ik erachter kom dat het een elftal heet. Omdat 11 mensen in de teams... En je kan me dom noemen en alles. Maar ik heb wel 2,5 miljoen abonnees en gewoon allemaal dingen behaald, oké? Okay? Ja? Ja, dus ik ben niet helemaal koekoek of zo. Nee, dat is ik heb wel bepaalde doelen gehaald, weet je? Ja, dus dat niet is te vergelijken met Ronaldo of zo, maar ook gewoon dingen behaald, ja, snap je? Zeker. Ook gewoon net huis gekocht en zo. Daar moet je wel credits voor geven. Nee, maar dankjewel. Maar dan is het nu toch ook gewoon wel weer een stukje completer je leven nu je weet dat het een elftal is, omdat het 11 mensen zijn. Ja, zeker. Ja, dat hoort er dan gewoon weer bij. Ja, zeker. Als ik nu ooit meedoe met een quiz en er wordt gevraagd hoeveel mensen zitten er in een elftal, dan weet ik dat ik over moet zeggen. Wow, ik kom nu wel ineens op iets. Misschien is dit ook super dom. Oké, alsjeblieft zeg het dan. Want je hebt zeg maar elftal, viertal. Is dat ook gebaseerd op getal? Wat? Getal. Tuurlijk. Elftal, vijftal, zestal, zevental. Tuurlijk ja, is dat okay, gebaseerd, dat is gebaseerd op getal. Op het woord getal. Oh ja, tuurlijk. Ja. Oké, okay, ja, dat wist tal, ik ook niet. Ja, elftal, ja, tuurlijk. Nee, maar dat is niet... Dat is niet eens een heel domme vraag. Nee, ja. Nee. Dat is wel een heel domme vraag. Nee, dat van mij was echt koulo dom. Maar trouwens, wat nog wel even goed is als uitleg, waarom we treintje zijn. Mijn moeder heet dus treintje. Oh ja, dat is misschien ook wel een goede uitleg. We zitten met z'n allen zo, treintje! Maar mijn moeder heet treintje. Goed. Lekker. Oh, what the fuck, hoezo ligt die hier? Ja, gewoon lekker cookie.
Inderdaad veel. Weet je hoe ze dat in Amerika eten? Hoe ze dat in Amerika Dat is goed, hè? Dit is goed, hè? Dat je er iemand wil verbeteren en het zelf ook al afvlakt. Nee, weet je hoe ze dat in Amerika noemen? Nee. Een konkie. Een konkie. Een konkie. Maar we gaan broodje halen, Pijn. Ik zal het even laten liggen. Hey, we moeten even wat verzinnen om Damien even op te vrolijken. Want hij is echt een beetje verdrietig. Hoe mag die sokken halen? Is jouw maatje. Hoe krijgen we hem weer vrolijk? Hij zit er echt mee. Hij heeft niks geraakt. Misschien is het een idee. Ik weet niet of dat misschien voor jou een te grote klap is in je portemonnee. Maar gewoon je Lamborghini gewoon nemen. Nee, ik weet al wat. Zal ik hem laten terugrijden? Ja, dat is wel goed. Oké, goeie. Ja, top. Wow, yo. Zo hoog schiet hij gewoon met een tennisbal. Oh, die man die schopt hem even terug. Ja, leuke interactie zo via een balletje. Komt-ie. Wow, yo. Een zieke dieptepaas weer, hoor. Maar super makkelijk. Je moet een hele korte beweging gewoon chippen. Dan komt hij nog een keer. Chip. Oh, ja. Ik moet jouw geluid erbij zeggen. Tjoep. Tjoep. Nee, kom maar gewoon een tjoepje. Tjoep. Oh. Ja, iedereen wordt erbij betrokken hier, hoor. Komt ie, voor een tjoepje. Moet ik weer een legje geven? Een tjoepje? Tjoep. Nee, daar komt een lesje op vast. Hoi, yo, zieke effectbal. En bijna op die man. Moet ik weer een tjoepje geven? Komt ie. Oh. Oh. Het is serieus wel leuk. Hoi, yo. Het is serieus wel. Oh, hij gaat de winkel binnen. Oh, lieve vrouw. Bijna scoort de keeper. De keeper. Oh, nog een keer. Geniaal. Mensen trappen die bal gewoon terug. Maar het is serieus geniaal om een tennisbal te voetballen. Tjoepje. Hop. Hier, Damien. Vang. Hey! That's just my favorite out. Zo, we hebben een lumbeltje gedaan met die tennisbal. Dat was geniaal. Dat is echt geniaal. Zo, even lekker toeren. Word je hier vrolijk van, maatje? Ik ben moe. Ik zei, word je hier vrolijk van? Ja. Oké, we komen thuis en Marion die is meteen gaan naaien met de moeder. En ik was eventjes een grote boodschap aan het doen op het toilet. Maar dat duurt bij mij altijd minimaal 20 minuten of zo. En in één keer kom terug in de woonkamer. Moet je even kijken wat hier is gemaakt. Wow. Ja, dit is gewoon twee oude shirts van mij. Hoe vet is dat nu? Dat is gewoon de 50-50 die ik heb op Knolpower. In het bijvoorbeeld rood-roze of zwart-blauw. Ja, maar dan gewoon twee oude shirts. Twee oude shirtjes. De inspiratie hiervan komt van twee shirtjes die ik ooit heb gekocht in het buitenland. Dit is daar een shirtje van. Jullie kennen hem misschien wel. Deze heb ik wel aardig wat gedragen in de vlogs. En dit is ook een inspiratie daarvan. Die heb ik ook al een paar keer gedragen in de vlog. En ja, Marion is nu aan het leren hoe ze dit doet. Alleen dan zelf. Ja. Dus het lijkt mij super vet als ik nu twee shirtjes van mij ga pakken. Ja. En dat je die dan aan elkaar gaat maken. Ja, het liefst knolpouwen shirtjes, denk ik. Ja, ik ga twee shirts pakken, oké? Oké, mag ook meer, hè? Ik vind het nu leuk, dus ik ga nu sowieso door. Oké, cool. Ja, ik ga nu eerst twee pakken en dan zien we hoe dat gaat. En dan... Ja. Oké, ik neem de kijkers wel mee om twee shirts even uit mijn kast te halen. Oké, dan lopen we even naar mijn kledingkast, oftewel de logeerkamer van Thijs ook. Oké, zoals jullie misschien weten, ik heb hier heel veel knolpouwen shirtjes al. Zo, bim. En ik heb hierboven echt super veel knolpouwen shirtjes. En dit zijn allemaal knolpouwen hoodies. Echt mega veel. Dus ja, shirtjes. Hier heb ik natuurlijk de zwart-roze. Eentje van Myron, maatje S. Eentje van mij, maatje L. Maar goed, wat zal ik eens geven? Even kijken. Deze is ook wel vet. Met knolpouwen zo. Ik heb hier ook een met een smiley natuurlijk. Die heb ik ook ooit uitgebracht. Dat is ook wel vet dat je de helft zo van de smiley ziet. Oeh, dat is wel een goeie. Ik denk dat ik deze ga doen. En even kijken hoor. Ik denk sowieso een andere kleur. Niet twee keer zwart. Ik heb hier rood nog. Wit. Deze is misschien wel vet. Ja, ik denk dat ik deze ook ga geven. Deze in combinatie met de... Oké, ik neem deze twee mee. Ik heb hier de smiley. Oeh. Die lijkt me echt super vet, omdat je dan precies door het midden de helft van de smiley ziet. Ja. Ik ben benieuwd of het gaat lukken met dit. Maar dat lukt wel, maar wil je één shirt of wil je er twee shirts van? Want je gaat natuurlijk wel een stukje innaaien, dus als je er twee shirts van wil, dan worden ze allebei een stuk kleiner. Maar als we... Nee, één beetje oversized. Precies, juist. Dat kan wel. En ik heb deze. Ja, dat wordt wel een coole combinatie. Dat denk ik ook. Maar wil je dan de knol of de power? De knol. Oké. Ja, knol en dan de smiley. Ja, oké. Super vet toch? Dus deze twee. Oké, nou, ik ga mijn best doen. Ja? Ja. Oké, zet hem op. One eternity later. Wow! Hij is klaar. Holy.
Wow, dit is vet. Ja, ik hoop het. Als je hem aan hebt, dat het nog steeds cool is. Wow, check die logo. Ja, die heb ik erin gelaten. Maar het was wel moeilijk naaien, want het is heel dik. Ik ben benieuwd of dit lekker zit. Ja, misschien wel niet. Maar dan kunnen we dan nog wel aanpassen. Wow, dit is geniaal. Nee, eerste try. Niet te kritisch, oké? Nee, nee, nee. Wat? Dit is geniaal. Hij is wat wijder geworden ook. Ik heb hem een beetje wijder gemaakt. Hij is wat meer baggy geworden. Ja. Maar super nice. Zit hij nog lekker? Ja, hij zit nog lekker. Het enige is inderdaad dit. Ja. Dit is iets te dik hier zo. Oké. Okay. Maar voor de rest is hij perfect. Echt super vet. Laat aan Thijs en Damien wow. zien. Hey, Thijs, Damien! Thijs, Damien! Kom dit checken! Wow, yo! Holy shit! Dit lijkt gewoon net alsof het in de winkel is gedaan. Hoe vet is dit? Hier zie je nog knol. Ja, dat is echt zo ziek. Gewoon de helft van de smiley. Dit is zo vet. Hoe kan dit zo perfect zijn? Dat snap ik nu. Dit is echt leuk. Ja, hoe kan die naald zo goed dicht zitten? Ja, echt hè? Hoe kan dit? Ja. Ja, dat zie je dan aan de binnenkant. Dat is gewoon zo tegen elkaar aangenaaid. Ja, niet normaal. Ja, we hadden nog tegen Thijs gezegd van, joh, als je oude kleding hebt, shirtjes of wat dan ook, neem het mee. Maar dat is je vergeten. Ja. Ja. Maar kan ik nog twee shirts kiezen? Ja, sowieso. Dit is zo vet. Wow, nu heb je ook een nieuwe outfitje. Ja, ga je anders mee een shirtje uitkiezen? Ik wil straks ook iets gaan proberen met een spijkerjas of zo, maar dat doe ik straks wel. Nou, dat is ook wel vet, dat je stukjes erop maakt of zo. Ja. Nou, deze is goed. Ja. Dus je kan die twee andere shirtjes, die kan je gebruiken voor eventueel uitknippen en ergens opnaaien of iets. Ja, dat sowieso. Dat is wel een mogelijkheid. Ja. Yo, deze hou ik aan. Ja. Yeah. Dat klinkt vet. Echt zo vet. Ja, echt cool. Niet normaal. Mooi, yo. Echt heel gaaf. Wow! Dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Thijs die pakte een shirt en die zei zo van, yo, eigenlijk had je deze moeten doen met die smiley. Maar ik ben erachter gekomen, ik heb 3 van deze smiley shirts in maatje L. Oh. Dus wat hebben wij hier? We hebben hier het smiley shirt. Ja. Met. Maar check even als je dit ook door de midden doet en daarnaast. Wow, ja. Oh my god. Kijk ook die kleuren zo. Dit ja. gele is precies dat gele. Alleen is die smiley wel kleiner, maar het ziet er wel cool uit. Ja. We hebben hem stiekem al op elkaar gelegd. Als je het eruit komt te zien. Ja, dat wordt vet. Wat we hebben gedaan is, leg jij die smiley op de grond? Kijk, dat hebben we stiekem zo een beetje gedaan. En dan hadden we deze door de helft zo. En die hadden we dan hier zo neergelegd. Oh ja, dat is wel cool. Dat is net alsof die smiley in soort de poes staat. Zie je? Dan heb je hier een oog en dan zo die smiley. Ja. Dit is zo'n vet. Kijk, hij ligt niet helemaal recht, want er moet wel aan de onderkant gelijk liggen. Dus hij gaat wel verder naar beneden. Ja, moet hier. Zo gaat hij dus. Ja, dus dat is wel jammer. Het is best wel wat idee. Ja, maar ja, twee andere shirts zoeken. Oké. Okay. Ja, en het is zwart-zwart. Het is wel vetter om twee kleuren te doen. Nou, we gaan er even door. Ja, ben ik daar blij. Slecht hoor. Ik had die hele tijd. We hebben nu echt iets heel vets van de 50-50. Gaan. We hebben het. Nou, we moeten het pakken. Ja. 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 We maken het jou een beetje makkelijk, want schijnbaar zit hier in ritsen. Dus je hoeft de voorkant niet meer te knippen. Maar alleen de achterkant doen met de deur. Oké, we komen zo terug. Ja. Ja, we hebben een nieuwe. Waar dan? Bosgemaakt. Kijk, we hebben hier heel veel logotjes van Knolpower. Ja. En we hebben een shirt met een logootje hier. The Peace. Hoe vet. Ja, die zijn cool. Top, goed idee. Ja, toch? Ja. Wow! Super vet. Die is nice, hè? Ja, deze is ook echt. Ik vind deze misschien nog wel vetter dan die andere. Wow, die ga ik ook meteen even aan. Ja, hopen dat die ook goed zit. Dat is nog wel even de vraag of het dan ook lekker zit, zeg maar. Yo, ik vind die echt super lekker zitten. Yo. Deze is echt top. Oh. Maar het zieke, sommige shirts lijken gewoon echt op officiële shirts. Ja. Dat is wat ik bedoel. Dit had best een officieel shirt kunnen zijn. Hoe super strak die naad is, hé. Ja, dat blijft me ook verbazen. Ja. Je ziet gewoon geen één foutje. Gewoon helemaal perfect. Dit is niet normaal. Zo vet. Heb je KP nu? Oh shit. Jee. Yo, ik vind het. Ja, ik vind het echt grijs. Maar ook dat grijs met rood is super mooie combinatie. Ja, klopt. Dit is zo. Nou, ik heb nog een stuk of 60 Knolpower t-shirts. Ja. Ik wil nog wel eentje. Keihard. Je moet het gaan verkopen, man.
is echt hard. Ja, dit ga ik sowieso verkopen, 100%. Maar dan ook wel made by me, toch? Made by Myron. Ja. Special editions. Ja, dat lijkt me echt leuk. Oh. Ja, handgemaakt. Ja. Ja, dat wordt wel limited special edition dan inderdaad. Ja, echt gruwelijk. Oké, ik ga er nog twee pakken. Yes? Maar je kunt misschien ook iets met een hoodie doen. Misschien is dat ook vet. Kan dat, denk je? Een hoodie kan ook. Oh, twee hoodies. Een hoodie. Kan toch bijna niet. Twee hoodies. Ja, mama kan ja, dat? Ja, let's go. Mama, kan dat een hoodie? Jazeker. Ja, dat kan. Oh, ja. Oké, daar zijn we. Is het weer een grap of niet? Nee. Laat het eerst zien of je... Ja, we hebben zelf ook zitten naaien net. Ja, verschillende producten. En, maar ik heb deze net gemaakt. Wat vind je ervan? We hadden zeg maar twee schoenen en die heb ik nou even zo aan elkaar gezet. Ja, top. En ze hadden ook iets geprobeerd. Dus ja, ik heb ook iets geprobeerd. Ik heb ook zelf iets in elkaar gezet. Ja, ik ben benieuwd. Wat vind je van dit? Wow, dat heb je echt netjes gedaan. Wow, die lijn is zo strak. Dat zie je gewoon niet. Ongekend. Nee, ik kan dat echt goed, ja. Ja. Ongekend. Ik heb nog iets. Ik denk dat dit wel een hele vet wordt. Oeh, ja. Ik heb hier de camo. Die ik eigenlijk een beetje te mooi vind om door midden te halen. Maar misschien wordt het wel echt wel vet met deze 3M. Ja. Dit geeft dat licht. Dat is wel vet, ja. Dit is 3M. Ja, dat zie je nu wel. Ja. Moet lukken, want dit je ziet... Dit is echt een van mijn lievelings. Ja, maar je ziet hier ook al een naad. Dus het moet gewoon lukken, want er zit ook al een stiksel hier. Waar zit daar een? Stiksel. Een naad. 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 Meten. Oh, naten. Oké, okay, nou, volgende project. Yes. Leuk. Ja, vind het leuk. Oké, dames en heren. Ik ga mijn ogen open doen in 3, 2, 1. Ah! Fuck jullie, man. Kijk, schuur. En je hebt hem zelf. Hey! Wow, je hebt hem zelf aan. Geniaal. Ik heb die kaas erop aangesloten. Hier, ik doe hem uit, dan kun jij hem aandoen. Ja, die is vet. Echt heel erg vet. Heb je hem al laten zien aan de kijkers? Nee. Oh, hij is heel vet, dames en heren. Zo, het is echt heel vet. Ja, alleen die KP kun je dus niet helemaal perfect, omdat ja, de een is groter of het lukt. Ja, maar dat niet. Is juist wel vet. Dat zei ik dus ook. Ik vind het juist cool dat het niet perfect is, zeg maar. Hoi, yo. Hij zit ook gewoon recht. Ja, hier moeten we hem nog even naaien met de hand, want dat konden we niet doen, maar dat gaan we zo meteen fixen. Maar zo. Verder. Ja, super vet. Wat, hè? Dit is zo vet. En die achterkant ook gewoon zo mooi, vind ik. Gewoon dat zwart camo. Zo mooi. Moeten we echt even de spiegel beseffen. Wow. Dit is zo rijk. Dit is zo vet, hè? 50-50 blijft echt keihard. Ja. En dan nu niet per se andere kleuren, maar gewoon twee verschillende hoodies. Hoe vet is dit? Maar hier ben je wel langer mee bezig dan een shirt, of niet? Ja, want die capuchon moest er helemaal loshalen en alles. Ja, dus. Inderdaad. Ja, dat geloof ik wel, dat dit echt moeilijker was. Ja. Ah, super vet. Yeah. Dankjewel. Batje! Alles goed, Maatje? Ja? Ik dacht niet, Ronde. Jij zei zo, Maatje. Wow, wat hebben jullie voor coole lichtflits, hé? Ik heb mijn vader nog eens liggen. Is ze naar yoga of gymnastiek of wat is het? Wat heb je allemaal aan? Wat heb je op je hoofd? Ik heb iets voor Milana. Ik had het al naar Sjiet gestuurd. Heb je het al gezien? Nee. Nee, Sjiet is weg. Oké. Ik ben de hele dag bij mijn moeder. Oh, we hebben zoiets leuks. Ja, Milana moest natuurlijk langsrijden. Dat doet er wel. Ik zag jou zitten. Ja, met mijn moeder. Wat vind je van mijn shirt? Ja, cool. Heeft Myron van een knolpower shirt? Ja. Ja, super vet, hè? Ja. Hey joh, wat doe jij? Ik breng hem erin. En zo! Hey, wat doe jij? Hey, wow, hoe zie jij eruit? Ben je Aladdin? Ik denk dat je alles geboren, hoor. Ben je prinses iets? Ja, wat doe jij nou allemaal, joh? Gekkie. Maar, nu had ik dus deze gemaakt. Dat is gekkie. Oh, dus Jacob, je slaat het hele ding kapot. Ik heb een Oh, niet doen, nee, Milana. Maakt hem wel kapot. Kijk, hier zijn die lichten, joh, gekkie. Kijk, die moet daarin. Kijk, hier is erin. Open, die mogen niet kapot. Nee, doe maar erin. Oh, ja, nu laat je me helemaal afvallen. Maar toen reden Samantha en Milana en Luciano langs. En toen zei ik heb iets voor Milana, want ik had het al naar Shahid gestuurd, want ik heb dus dit gemaakt. Ja. Maar er was stof over. En voor wie heb ik denk je wat gemaakt? Voor jou? Ja, kom maar mee. Ik heb hetzelfde voor jou. Wat ben je allemaal aan het doen, joh? Pam, 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 pam. Lampen. Lampen. Ja, dat zijn lampjes. Ja, lampjes. Lampjes. Hé, hey, maar hoe is het met mijn maatje? Nee, joh. Zeg je dan? Pardon. Hier, wil je kijken wie hier zit, hé? Ga eens daar eens kijken. Maatje.
Hij denkt, hè? Wie is dat, hé? Ken je mij niet meer, maatje? Ja. Wel? Wel of niet? Wel. Wel, hè? Wel. Hey, maatje! High five! Wauw, die is vet. Het is een jurkje geworden. Ja, dat kan toch mooi? Wow, ja, wat super cool. Ja. Heb je hetzelfde als Myron? Ja. Zijn jullie tweeling? Wow, dat is echt wel cool. Speciaal voor Milana gemaakt. Heb je wel dankjewel gezegd dan? Nee. Wow, heb jij een sixpack? Heb jij een sixpack? Wow, heb jij een sixpack hier? Oké. Oké, wat we nu gaan doen is nog eventjes naar Milan toe, want Marlino die is vandaag gecastreerd. Yup. Nou, yes. Misschien is het alleen maar goed, maar het is wel zielig eigenlijk. Wel een beetje sneu, geen balletjes meer. Nee. Ja. En een operatietje gehad, dus zij heeft nu zo'n kap, zo'n lampkap om zo. Ja, het ziet er heel sneu uit. Kijk deze foto maar hier in het midden. Het is echt heel erg sneu. Kijk gewoon recht door je heen. Zo van, help me. Ja. Echt super sneu. Ik heb hier een heerlijk bakje kwark met wat verschillende noten, aardbei en honing gemaakt. Dat is echt super lekker. Ja, dat is echt het lekkerste om even te snacken. Ja, deze combinatie is heerlijk. Want we hebben al avond gegeten, dus dan is dit echt een goede snack. Flesje water. Ik kan nooit genoeg water drinken, denk ik dan. Dus helemaal top. Gaan we nog even op bezoek bij Milan. Nu nog een 10 minuutjes rij. Binnenkort een huis verderop. Ja. Hallo jongen. Oh, het is wat hè, Marlino? Ja, het is wat hè. Het is wat hè. Kijk die kat nou. Ja, hij loopt ook overal tegenaan met die kat. Ja, hij loopt echt overal tegenaan. Ja, het is zo sneu eigenlijk. Maar hij gaat hem ook zo uit. En het is net gewoon een zandschepper, want dan gaat hij over de grond en al het zand neemt hij mee. Dan kijkt hij omhoog, al het zand in zijn kraag. Oh. Ja, super schattig. Ja, maar het is voor het goede doel, hè? Maar wanneer mag die kap eraf dan? Ja, het moet eigenlijk een weekje. Een week? Ja, want hij mag niet aan zijn ballen likken, want er zitten hechtingen, weet ik het allemaal. Ja. Oh. Dus dat moeten we een week herstellen voordat hij schade kan aanrichten. Maar hoe hebben ze die kap vastgemaakt dat hij zo goed zit, joh. Ja, dat hebben ze daar laten zien. En toen heb ik het hier gedaan. Wow, wat sick. Ja, dat hij dat dan strakker. Niet zelf kan... Ja, dat hij dat niet kapot bijt of eraf had of zo. Nou, maar kijk dan, je moet in een koepel komen om hem te aaien. Hij heeft het geprobeerd, maar het lukte niet. Ik heb gewoon één standje strakker gedaan. Ja. Maar dan kijk je, er zit genoeg ruimte. Je kan makkelijk zo hier... en makkelijk hier ertussen, zie je? Ja, er zit wel genoeg ruimte. Ja, hij denkt, oh, ik ga het hem afdoen. Sorry. Zo, wee. Ik denk wel dat hij vannacht nog weer gaat proberen om eraf te halen. Ja, als hij even alleen is, ja. Ja. Ach ja, het is wat. Nou, het is voor het goede doel. Ja, dan want zeg maar. Anders komen natuurlijk superveel bacteriën en zo bij. Ja, precies, daarom. Ja, of de hechtingen gaan open. Hè, schatje? Ja, dat vind je wel lekker eens even aaien. Ja, dat vind ik echt lekker als het voor ja. Maar goed, wil je even wat laten zien? Oh, hij viel gewoon. Oh, wat is dat dan? Wat cool. Sick, ja, dat is aan elkaar genaaid. Twee knolpower shirts. Heb je aan elkaar genaaid? Heeft Marion gedaan. Echt? Ja, kijk het shirt van Marion. Akra. Ja, maar dat heeft ze ook gewoon twee shirts. Ja, het zijn gewoon twee oude shirts van mij. En ja, die hebben gewoon aan elkaar gemaakt. Dus wij dachten, als jij misschien twee shirts hebt die geknipt mogen worden, dan kunnen twee shirts, tenminste Marion kan dat voor jou aan elkaar maken. Ja, leuk. Ja. Leuk, zeker. Nice. Fuck vet. Zoek maar wat uit. Ja, dat wil ik ook wel. Nou, hoe kost dat? Niks. Ja, dat moet je niet mij vragen, Marion. Nou, niks. Zegt niks, dus nee, ik wil dat wel voor jou doen hoor. Ja, leuk. Ja, super vet. Ja. Ja, het blijft echt heel erg cool vinden. Dus dit shirt gaan jullie zeker nog vaker zien. En ik hou jullie wel even op de hoogte van wanneer je het kan kopen op knolpauw.nl. Want volgens mij is Marvin wel echt van plan om meer mee te doen. Ja, het is wel leuk om 100 van die excessieve dingen te doen. Wow, precies dat zijn Marion ook. 100 excessieve. Ja. Ben je wel lang mee bezig hoor. 100. Ja, maar als je het eenmaal goed in de vingers hebt. Zoals dit shirt heb ik net nog gedaan. Daar was ik iets van 10 minuutjes mee bezig. Ja, en echt? Zo moet je natuurlijk ook meerekenen. Arbeidskosten, hè. Ja, dat zijn geen goedkope shirts, zeg je. Nee, precies. Nou, ben benieuwd. Dat is 6 keer 10 minuten, is toch een uur, hè? Nou ja, een uur, dan moet je 20 euro erbovenop rekenen. Dus dat is toch al gauw 3 euro per shirtje. Extra. Extra. Dus dat wordt duurder dan in de normale knolpauwshop. Nou, we gaan wel even kijken, hè, maatje? Ja, we gaan wel even kijken. Ik ga wel even pakken dan. Maatje. Ik ga even naar boven. Ja, pak maar even wat, ik ben benieuwd. Ik heb genoeg. Oh, kijk, dit vindt hij zo lekker. Zo op je hoofdje. Kijk dit gezicht.
Nou, Milan die heeft aardig wat shirtjes meegegeven. Namelijk deze hele stapel. En toen Milan deze gaf, toen kwam ik met het idee van misschien zou het wel super vet zijn als je een lange mouw hebt en dan aan de andere kant, dan door de helft zeg maar, en dan aan de andere kant een korte mouw. Maar welke kleur zou je dan daarbij doen, denk je? Oh ja, dat is helemaal aan jou natuurlijk. Zou ik dat gewoon doen bij Milan? Ja, en dan gewoon een witte aan de andere kant. Ja, denk je dat hij dat vet vindt? Ja, denk het wel. En anders draag ik het wel. Ja, ik heb wel iets groter gemaakt dan Milan, maar... Wat? Wel geniaal, toch? Heb je gewoon één lange mouw en de andere gewoon korte mouw. Dat lijkt me keihard. Ja, dat is wel een goed idee. Ja, toch? Ik ga wel even experimenteren. Nou, gruwelijk. Maar dan gaat weer aan de slag. Echt superleuk. Echt heel erg tof dit. Mario die heeft serieus nog eventjes een shirtje gefixt van Milan. Het is echt super vet geworden. Check dit. Wow. De helft van Milans hoofd en de helft van een mier. Wat Milans lievelingsdier is. Dus dit is echt een super vet shirt geworden. Je ziet wel, ja, kijk hierachter. Knolloller. Geniaal. Je ziet wel dat wit op wit is, ja, vind ik eerlijk gezegd wat saaier inderdaad. Ja. Dit is wel heel erg vet. Ja. Maar ja, laten we eerlijk zijn. Dat kleur zoals dit wat ik aan heb, dat is keihard. Niet normaal. Ik hou jullie wel op de hoogte samen met Myron. En ik ga wel een keertje filmen hoe ze dat doet. Ik denk vast dat de mensen heel erg nieuwsgierig zijn. Het is in ieder geval een naaiapparaat, is het? Of een naaiset? Naaimachine. Een naaimachine van de oma van Myron. Dus het is echt al een heel oud ding. Maar ja, hij doet wat hij moet doen. Dus waarom iets anders? Ze heeft een voetpedaaltje, daarmee kan ze gas geven. Daarmee kan ze naaien. Ja, geniaal, superleuk. Ik check jullie heel graag morgen met een gloednieuwe vlog om 4 uur. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te knallen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Yo, power!